Hoe beoordelen we de uitbreidingsplannen van de EU met Oekraïne, Georgië en Moldavië? Hoe kijken we naar de Israël-Gaza-oorlog en hoe plaatsen we dat in de globalistische omwenteling die zich voor onze ogen voltrekt? Harry van Bommel was jarenlang buitenland woordvoerder van de SP-fractie. Hij was een van de bekendste gezichten van kritisch links in Nederland. Hartelijk welkom bij Alternatief TV. Wij vragen door waar de mainstream media zwijgen. Ik ben Ab Gieterling en ben vandaag in gesprek met Harry van Bommel. Hartelijk welkom, Harry. Dankjewel, Ab. We gaan alle grote wereldproblemen doorpraten en aan het eind oplossen. Heel mooi. Maar we beginnen met een kleine introductie van jou. Wat is jouw achtergrond? Ik heb een achtergrond in de politiek, kan ik wel zeggen. Ja. Ik heb 23 jaar op het Binnenhof gewerkt, ja. Waarvan bijna 19 jaar als Tweede Kamerlid. Ja. Daarvoor zat ik in de gemeenteraad van Amsterdam. Voor de SP? Voor de SP en daarvoor in een deelraad in Amsterdam-Oost. Ja. Ben in 1990 volksvertegenwoordiger geworden. In 2017 ben ik afgezwaaid vanuit Den Haag. En sedertdien werk ik als bestuursadviseur, strategisch bestuursadviseur voor het college van burgemeester en wethouders in Zwolle. Een plaats waar ik gewoond, gewerkt en gestudeerd heb. Ik heb daar de leraaropleiding gedaan. En toen ben ik in 1987 verhuisd naar Amsterdam om in Amsterdam aan de Universiteit van Amsterdam politieke wetenschap te gaan studeren. Ja. En dat heb ik ook nog gecombineerd met een aantal jaren lesgeven in Amsterdam. Goed. We blijven even bij huis. De verkiezingen. Wat dacht jij toen de verkiezingsuitslag binnenkwam? Nou, voor mij kwam het niet als een verrassing dat de PVV de grootste werd. Mm-hmm. Op mijn werk, ik werk in een politieke omgeving, doen we ook altijd een poeltje. Mm. En ik was opmerkelijk genoeg de enige die voorspelde dat de PVV de grootste zou worden. Mm. Kijk, het ongenoegen in Nederland en in West-Europese landen, in Amerika, in de westerse wereld is groot. Het wantrouwen ten aanzien van de zittende elite, de heersende politiek, is algemeen. Dat zien we vandaag met de demonstraties in Duitsland. Dat zien we al veel langer in Nederland, in Frankrijk, in de Verenigde Staten. Dus dat de PVV een keer zou winnen, dat lag voor de hand. Het had ook Pieter Omtzigt kunnen zijn. Ja. Maar Pieter Omtzigt heeft het door lang twijfel te zaaien over wel of niet premier, over standpunten. Heeft hij de kiezer denk ik toch afgeschrikt. Ja. Was Wilders met zijn boodschap volstrekt helder. Je zag het ook in de televisiedebatten. Ik heb ze allemaal gevolgd. In de televisiedebatten dat Wilders daar toch wel met zijn scherpe, heldere verhaal, ook het migratievraagstuk, daar waar het kabinet op gevallen is, toch wel als nummer 1 uit de bus kwam. Dus voor mij kwam het niet als een verrassing. Nee. Over welke onderwerpen gaat die onvrede dan voor heel veel mensen? Nou, het is een breed onbehagen ten aanzien van de zittende politiek. Wordt niet meer vertrouwd. Het vertrouwen dat de politiek met oplossingen komt, dat is ernstig beschadigd. Neem om te beginnen de VVD natuurlijk, die een kabinet laat vallen op een migratievraagstuk, ja. Die in de aanloop naar de verkiezingen allerlei stoere dingen heeft geroepen, maar zelf aan de macht de instroom van vluchtelingen, asielzoekers, et cetera, nooit heeft weten in te dammen. Toen kwam er nog een enorme golf van 100.000 Oekraïners bij. En dat zien mensen gebeuren. Ondertussen is de woningnood sky high. Mensen in onze regio Amsterdam, maar ook waar ik werk, Zwolle, kunnen geen woning krijgen. Hun eigen kinderen moeten thuis blijven wonen. En ja, men ziet dan, dat is de perceptie, dat in het kader van gezinshereniging, maar ook anderen, dat die zomaar een woning krijgen. Dat is in de praktijk is dat misschien niet zo, maar het beeld is, er komen mensen naar Nederland. En die kunnen zomaar een woning krijgen. Oekraïners krijgen dan ook nog zakgeld, onderwijs en zorg erbij. En dat zet kwaad bloed als je weet dat je kinderen geen huis kunnen krijgen. En in deze regio, als er een huis is, is het onbetaalbaar. Maar in andere regio's zijn de huizen er zelfs niet. Dus dat is nog even. Inflatie? Dat speelt allemaal een rol. Covid, inflatie, stikstof, PFAS, niet meer kunnen bouwen.
Het idee dat wij in Nederland het beste jongetje van de klas, het braafste jongetje van de klas willen zijn. In Duitsland hebben de boeren er geen last van. Bij ons moeten de boeren opgekocht, uitgekocht worden. Dat geeft allemaal een beeld van de wantrouwen, van het niet te vertrouwen zijn van politici. En overigens, dat is geen Nederlands probleem. Uit internationaal onderzoek blijkt dat politici langzaam maar zeker lager scoren dan tweedehands autoverkopers. Politie wordt nog vertrouwd, maar politici niet. Ook de rechterlijke macht ligt onder vuur. Journalistiek ligt onder vuur. Wat is de reden dat de journalistiek onder vuur ligt? Omdat de journalistiek te veel meebeweegt met de zittende elite, met de heersende macht. Ja. Dat is de perceptie van mensen, of dat ook altijd zo is. Ik zou daar onderzoek voor moeten raadplegen. Ik weet dat niet. Ik vind het verhaal dat bijvoorbeeld de publieke omroep een links D66 gebeuren is, vind ik echt flauwekul. Daar zitten ook echt wel andere geluiden bij. Maar er is wel een nadruk natuurlijk op links D66. Nou, dat weet ik niet. Ik weet niet of dat zo is. De SP heeft en de rechtse geluiden komen natuurlijk niet heel overvloedig aan. Maar daar spreek je jezelf tegen, want de SP is toch een linkse partij. Nee, maar zowel de radicaal linkse geluiden als de rechtse geluiden komen sowieso niet zo erg aan bod. Nee, maar wat je dan in feite zegt is dat de journalistiek te veel aanschurkt tegen de zittende macht. Tegen de heersende elite. Is de zittende macht? Ja. Ja, nou, maar dan heb je dus over middenpartijen overwegend. Want PVV, Forum, SP, Partij voor de Dieren. Dat zijn toch partijen in oppositie die wat verder van het midden afstaan. Ja. Die komen daar veel minder aan bod. Wat deed SP fout? Wil je daar wat over zeggen? Jouw oude partij? Ik ben geen lid meer van de SP, dus ik heb niet echt veel recht van spreken meer. Ik vind dat als je lid bent, kun je ook bemoeien met interne discussies over bijvoorbeeld de koers. Ik vind dat de SP heel lang te veel op het exclusieve vlak van de gezondheidszorg gezeten heeft. Ja. Nationaal Zorgfonds. Ik heb die kritiek ook intern geuit, dus dat kan ik hier ook wel doen. Nationaal Zorgfonds is heel lang het paradepaardje van de SP geweest. En toen kwam die grote gezondheidszorgcrisis. COVID. En toen hoorde je van de SP niet veel meer dan de lonen moeten omhoog. Dat is echt onvoldoende geweest. Mm-hmm. En ik vind dat, dat zie ik wel bij meer partijen hoor, maar bij de SP ook, dat op het vlak van huisvesting, daar moet radicaal iets veranderen. Ik heb geen pasklare oplossingen, ik zit ook niet in de Tweede Kamer, maar dat moet je wel hebben als politieke partij. Ik vond dat de SP daar tamelijk afwezig was. Maar misschien ook op loonbeleid, sociaal beleid. Ja, in het buitenland. Ja, weet je, ik wil niet te veel als recensent van het politieke werk van de SP optreden vanavond. Dat lijkt me niet zo zinvol. Nee. Maar de uitslag is duidelijk. De kiezer heeft de SP niet gevonden toen de kiezer in het stemhokje stond. Nog een andere verkiezing. Trump, VS. Heb je vast ook een mening over? Ja, het wordt natuurlijk ontzettend spannend. We zien dat Trump maakt zich op voor de verkiezingen. Mm. De zittende president komt uiterst weifelend over. Mm. Zeer onzeker. De filmpjes op internet spreken boekdelen. Moet ik naar links, moet ik naar rechts? Niet uit zijn woorden komen. Ja, dat past natuurlijk bij het beeld van zittende politiek, elite, niet te vertrouwen, niet bekwaam, we kiezen een andere richting. Dus ik denk dat wanneer Trump erin slaagt om volwaardig mee te doen aan de verkiezingen, dan denk ik dat hij ze wint. Maar denk jij inhoudelijk van Trump? Nou, wat we... Ik beoordeel de Amerikaanse politiek nog steeds met de bril van een buitenland woordvoerder. En Trump had op één punt gelijk. Hè. Trump die zei, onder mijn bewind zijn er geen nieuwe buitenlandse oorlogen, geen nieuwe militaire avonturen gestart. Mm. Daar had hij wel gelijk in. Trump heeft dingen over de NAVO gezegd. NAVO achterhaald als instrument. Je zou nu even goed kunnen zeggen, de NAVO is onderdeel van een probleem geworden, hè, rond Rusland, Oekraïne. Daar gaan we het straks wel over hebben. Mm. Maar ook op dat vlak had hij natuurlijk wel een punt. De NAVO is iets wat voortkomt uit de Koude Oorlog, Tweede Wereldoorlog, daaraan voorafgaand.
Met die uitbreidingsplannen en met een werking die, waarvan je kan afvragen of dat nog geldt als een collectieve verdedigingsorganisatie. Ik denk het niet. En ik denk dat de NAVO onderdeel van een probleem geworden is. En dat wanneer de NAVO niet anders naar zichzelf gaat kijken, dat de NAVO niet alleen onderdeel van een probleem wordt, maar ook een veroorzaker van nieuwe problemen. Ja, dat moeten we voorkomen. Ja, Trump heeft gezegd, ik kan in 24 uur de Oekraïne-oorlog beëindigen. Ja, de vraag is hoe je dat uit moet leggen. Wat denk je? Ja, kijk, op het moment dat Amerika zijn steun aan Oekraïne intrekt, dan is die oorlog ook voorbij. En dat gaat Trump zeggen. Dus Trump zegt gewoon, je gaat aan de onderhandelingstafel zitten, meneer Zelensky, of het is voorbij. Ja, zoiets ligt natuurlijk voor de hand. Maar laten we even bij de eigen verantwoordelijkheid blijven. Europa, maar ook Nederland. Nederland geeft enorm veel uit aan militaire steun aan Oekraïne. Toen ik in de Kamer zat, moest er over een paar miljoen voor defensie meer, moesten avonden gedebatteerd worden. En nu gaat er gewoon meer dan een miljard is er inmiddels 2 miljard volgens mij. Naar Oekraïne. Zet dat eens af tegen de Nederlandse defensiebegroting. Wat zal die nou zijn? 7, 8 miljard? Ja. Dan is dat een enorme berg geld. Een Kamerlid wat ik sprak bij een receptie niet zo lang geleden, die zei tegen mij, ja, je moet niet je hand opsteken en zeggen, voorzitter, mag het een tank minder zijn, want dan word je als Poetin-versteer weggezet. Terwijl je natuurlijk wel degelijk kritische vragen moet stellen bij die westerse wapenleveranties. Dat is olie op het vuur. Dat is het conflict verder blijven voeden. Meer wapens betekent niet dat daar sneller onderhandeld wordt. Zeker wanneer dat gebeurt op de huidige wijze, ongeclausuleerd. Zonder voorwaarden wapens leveren aan Oekraïne betekent, Rob de Wijk heeft het ook geschetst, dat betekent dat uiteindelijk de situatie ontstaat dat je meer en meer wapens, uiteindelijk zelfs troepen zult moeten gaan leveren op het moment dat Oekraïne verder het onderspit delft. Want je kunt niet aan de ene kant tegen president Zelensky zeggen, meneer Zelensky, vecht u vooral door, want het is ook onze oorlog, u doet het ook voor ons. We leveren u wapens. Oh, u bent aan het verliezen, u wordt in de pan gehakt. Ja, jammer dan, we gaan ergens anders naar kijken. Nee, dan zul je ook. En dat moment komt op enig moment komt dat dichterbij. Ja. We zitten al in het volgende. Een doodlopende route is dat. Ja, het is duidelijk. We zitten in het volgende onderwerp. Al Rusland, Oekraïne. Als jij nou verder uitzoomt en dat conflict bekijkt. Hè, en de oorzaken van dat conflict. Wat denk jij dan? Wat is er dan fout gegaan? Nou ja, wat er fout gegaan is, dat is al lang geleden gebeurd. De NAVO, één keer in de 10 jaar kijkt de NAVO naar het eigen strategisch concept. Waarom zijn wij op aarde als NAVO? Mm-hmm. Daar zou al lang geleden zou er een heroriëntering van de NAVO op de situatie in de wereld geweest moeten zijn. Dat is niet of nauwelijks gebeurd. Mm-hmm. We zijn van een bipolaire wereld, Oost-West, twee polen tegenover elkaar, naar een multipolaire wereld gegaan. Yeah. En we hebben die verandering hebben we in de NAVO hebben we uitgelegd als van oké, dan gaat de NAVO nu niet meer zich richten op het oosten. Dan gaat de NAVO zich opstellen als organisatie wereldwijd. Ja, global NATO. En dat is natuurlijk een grote fout geweest. De NAVO had in plaats van een organisatie die puur militair conflictbestrijding in het verlengde van VN of bilaterale organisaties, bilaterale overeenkomsten, had de NAVO zich moeten afvragen, wat is ons bestaansrecht nog? Wat betekent dat voor het lidmaatschap? Want de NAVO is eigenlijk gewoon doorgegaan met het stelselmatig uitbreiden en heeft in het achterhoofd altijd gehouden de Oost-West tegenstelling. Daar is de NAVO nooit overheen gekomen. Ideeën als Een echte intensieve samenwerking met Rusland, voormalige Sovjetstaten wel, wanneer ze onze kant op kwamen, wanneer ze belangstelling toonden voor de Europese Unie, wanneer ze
aan wilde sluiten in arrangementen bij de NAVO. Dat is de enige wijze waarop zij tot goed zaken doen konden komen met NAVO en met West-Europese landen. En dat geldt dus voor een aantal landen die vlot lid geworden zijn van de NAVO, daarna Europese Unie. En het gaat nu, dat proces zet zich nu voort met landen die dan misschien eerst lid worden van de Europese Unie. Het volgende onderwerp, Moldavië, Georgië, Oekraïne en vervolgens lid van de NAVO. Terwijl dat landen zijn met een conflict. Buitengewoon onverstandig. Ja. Heb jij het gevoel dat de NAVO, die uitbreiding is eigenlijk begonnen na de val van de Sovjet-Unie in 1991. Gorbachev was weg, die had alle deals gemaakt. Het heeft nog een paar jaar geduurd, maar in 1999 kwam de eerste golf van de uitbreiding. Ja. Heb jij het gevoel dat men bewust Rusland eruit heeft willen houden? Ja. Nou ja, dat is niet een gevoel. Dat is, volgens mij is dat een feit. En dat zeg ik, de Oost-West tegenstelling, alhoewel die politiek misschien was opgeheven, was die in het achterhoofd van veel politici, politieke leiders, nog steeds aanwezig. En is de Koude Oorlog voortgezet door middel van een uitbreiding van het grondgebied van Europa en de NAVO. Dat is wat er gebeurd is. Dat zijn gewoon politieke feiten, los van hoe wij er nog naar kijken. Deze landen zijn lid geworden van de NAVO. En de NAVO is gewoon opgeschoven richting Rusland. Vanuit het idee dat Rusland potentieel nog steeds een risico vormt voor het Westen. Dat is steeds in het achterhoofd gebleven. Maar kijk, de gedachte eigenlijk is deze. Hè? Jij en ik lopen al even mee. We herinneren ons Gorbachev, Berlijn 1990. En Rusland zou deel moeten zijn van ons. Rusland was deel van het Westers blok. Er is toen de NAVO begon op te schuiven oostwaarts, is het door Yeltsin, dat weten heel weinig mensen, maar door Yeltsin, zelfs door Poetin op een bepaald moment gezegd dat ze deel hadden willen worden van de NAVO. Ze hebben gezegd, de Amerikaanse president heeft ons duidelijk gemaakt dat hij dat niet wilde. En waarom wilden ze dat? Niet omdat ze zo pro-NAVO zijn, maar omdat ze ook wel begrepen dat zij de vijand zouden worden natuurlijk. Ja. Daarom mijn vraag, heeft de NAVO Rusland bewust buiten de deur gehouden? Daar ben jij wel van. Ja, daar ben ik van overtuigd. Ja, maar kijk, als je de NAVO, als je, de oorsprong van de NAVO is collectieve verdediging. Ja, althans, dat is het idee. Nou ja, dat is de oorsprong van de NAVO. Dat is de kern, artikel 5 is de kern van het NAVO-verdrag. Ja. Een aanval op één is een aanval op alle. Collectieve verdediging. Rusland in de NAVO, waar is de collectieve verdediging dan voor nodig? Ja, dat is het einde van de NAVO. Einde van de NAVO. Maar de vraag is, tegen de Chinezen. De vraag die daarvoor gesteld zou moeten worden, is natuurlijk, als de bipolaire wereld er niet meer is, waarom heb je dan nog een NAVO nodig? En die vraag is nooit zo op tafel geweest. Kijk, wat er natuurlijk in kritische zin wordt gezegd, want jij zegt er is een overgang geweest van de bipolaire naar de multipolaire. Nee, zegt men, wij voor een deel, er is een overgang geweest van de bipolaire naar de unipolaire. Ja. Hè? En Poetin en Xi roepen nu, we moeten van een unipolaire wereld, dat zijn de Amerikanen en hun satellieten, zoals zij dat noemen, naar de multipolaire. Waarin wij ook nog wat in de melk te brokkelen hebben. Ja. Ja, kijk, de Amerikanen hebben natuurlijk nooit van de NAVO afgewild. Hè. Trump heeft wel anders beweerd, maar de Amerikanen hebben er nooit van afgewild. De Amerikanen hebben zich ook altijd verzet tegen Europa als opkomende militaire macht, omdat dat een dubbeling met de NAVO zou zijn. Mogelijk ook een concurrentie voor de NAVO. Ook zou dat kunnen inhouden dat er dan afscheid zou worden genomen van een transatlantische band. Mm-hmm. Dat is ook allemaal niet gebeurd, want met die militaire samenwerking in Europa en de totstandkoming van een werkelijke Europese defensie,
vlot het niet zo. Dat heeft natuurlijk ook alles te maken met het feit dat er ook niet een eenduidig Europees buitenlands beleid is. Defensie is toch altijd een voortzetting, een verlengstuk van het buitenlandbeleid. Nou ja, geen buitenlandbeleid, geen gemeenschappelijk defensiebeleid. Dan kun je wel kleine projecten hebben en European Battle Groups, maar als je ze niet inzet, omdat je geen gemeenschappelijk buitenlandbeleid hebt, geen echt gemeenschappelijk buitenlandbeleid, dan schiet dat niet op. Uh-huh. Maar om terug te komen op je vraag, ik denk dat bewust Rusland er buiten gehouden is, omdat anders de vraag, wanneer er serieus over gesproken zou zijn, dan meteen de tegenvraag gesteld zou zijn, waarom hebben we dan nog de NAVO? Ja. Hoe hadden we er... We zitten nu in de Tweede Koude Oorlog. Hè? Het is zelfs erger dan de Eerste Koude Oorlog en bedreigende. Hè? Daar zijn we het waarschijnlijk gauw over eens. Hoe had men daaruit kunnen blijven? Wat hebben wij fout gedaan? Ja, de vraag is altijd, hoe ver ga je terug in je analyse? Ik vind het... Je kunt terug tot de val van de Sovjet-Unie. Je kunt terug tot de uitbreiding van de NAVO. Ik vind 2008 vind ik een heel belangrijk jaar. Omdat toen de Boekarest-top was van de NAVO. Mm. De Boekarest-top waarop besloten is dat Oekraïne en Georgië lid zouden worden van de NAVO. Niet dat ze ooit lid zouden worden. Is geen termijn genoemd. Maar dat ze lid zouden worden van de NAVO. Dat is daar besloten. In 2008 zien we dan ook meteen, niet lang daarna, de politieke avonturier Saakashvili, Mikhail Saakashvili, de president van Georgië, zien we pogingen doen om afvallige provincies Abkhazie en Zuid-Ossetië terug te pakken. Daarmee in conflict komend met Rusland. Rusland slaat dan onverbiddelijk terug. En in dat conflict zien we ook dat de NAVO niet te hulp komt, want Georgië is geen lid van de NAVO. Wel zien we Saakashvili pogingen doen om dat conflict te internationaliseren. Frankrijk springt er dan in en bemiddelt dan. Uiteindelijk komt daar dan een akkoord. Abkhazie, Zuid-Ossetië worden dan min of meer Russisch, zeg ik tussen aanhalingstekens, want niemand erkent dat. Daarmee zien we dus al dat er mede door het besluit van de NAVO dat Georgië en Oekraïne lid zullen worden van de NAVO, dat daar onbedoeld ongetwijfeld allerlei prikkels van uitgaan, zowel richting Rusland als in dit geval richting Georgië. Ja. En dat is gevaarlijk. We zien in het conflict met Oekraïne-Rusland dat ook een rol speelt. Er gaan nou zelfs stemmen op Jaap de Hoop Scheffer, beweerde het laatst met droge ogen in Buitenhof. Hij was notabene de secretaris-generaal van de NAVO in 2008, toen dat besluit onder druk van Amerika werd genomen. De Hoop Scheffer zei van ja, we waren eigenlijk tegen. Duitsland was tegen, Duitsland lag dwars. Maar de NAVO heeft er toen wel mee ingestemd. Oekraïne en Georgië worden ooit lid van de NAVO. De Hoop Scheffer zei laatst, echt een paar weken geleden in Buitenhof, dat er serieus gekeken moet worden naar het toelaten van de rompstaat Oekraïne tot het lidmaatschap van de NAVO. Ja. Met andere woorden, de conflictgebieden, daar waar gevochten wordt, geen lid van de NAVO en de rest van Oekraïne wel. Ja, dat is. Als ja, maar je dan dat is natuurlijk een volstrekt onverantwoorde politiek. Met die conflicten daar, met de claim die er is, die best gerechtvaardigd is. Hè? De Krim hoort bij Oekraïne, Donbass hoort bij Oekraïne. Ja. Dat is volkrechtelijk internationaal. Als je dan dus zegt: Oekraïne wordt lid van de NAVO, alleen het grondgebied wat niet in conflict is, dan neem je wel ook die claim mee. Dan haal je dus conflict de NAVO in. En dan zit de NAVO dus met zijn vingers tussen de deur. Dus ik begrijp niet hoe iemand als de Jaap de Hoop Scheffer dat met droge ogen kan beweren. Want dat betekent echt dat die oorlog dan voor Nederland ook een stuk dichterbij komt. Ja, nee. En dat er voor de Oekraïners, die op dit moment het onderspit delven, dat er voor die Oekraïners ook geen oplossing komt. Dus het is ook naar de Oekraïners toe is het bepaald geen oplossing. Ja, nog even waar het natuurlijk ook heel erg fout is gegaan. Maar dan 2014. Of liever gezegd het EU-associatie Oekraïne-verdrag. Hè?
waar jij zelf nogal prominent bent geweest in het protest daartegen. Is niet dat EU-Oekraïne-associatieverdrag de twistappel die geleid heeft tot de Maidan-revolte, wat eigenlijk een Maidan-staatsgreep is, die vervolgens geleid heeft tot de splijting van Oekraïne? Ja, dat heeft allemaal met elkaar te maken. Natuurlijk is het zo dat, dat een associatieakkoord geen lidmaatschap is van de Europese Unie. Nou was dit associatieakkoord wel het meest vergaande wat ik ooit in mijn handen heb gehad. Want Nederland heeft associatieakkoorden met Marokko, met Israël, met andere landen. Maar als je kijkt naar de bepalingen die in dit associatieakkoord stonden met betrekking tot economie, economische gelijkschakeling, met militaire samenwerking, stond van alles en nog wat in dit associatieakkoord. Dit was een opstapje naar het lidmaatschap, zo was het bedoeld. Premier Rutte verdedigde het met het is gewoon handelsakkoord. Dat was het uitdrukkelijk niet. Dit was een associatieakkoord wat als alternatief voor het lidmaatschap gold. Omdat er in Europa, bij Europese lidstaten, volstrekt onvoldoende draagvlak was voor het lidmaatschap van Oekraïne. En terecht, omdat corruptie daar een groot probleem is. Omdat er allerlei andere zaken spelen die maken dat Oekraïne geen lid kan worden als je het langs de lat van de toetredingscriteria legt van de Europese Unie, de Kopenhagen-criteria, dan kan Oekraïne, maar ook een aantal andere landen in de regio, kunnen geen lid worden op dit moment en ook niet in de nabije toekomst van de Europese Unie. Opnieuw gaat men marchanderen, gaat men de criteria, er is al geroepen van ja, ze moeten versneld lid kunnen worden van de Europese Unie. Ja, dat kan alleen als je de criteria voor toetreding, als je die met een korrel zout neemt. Dat heb je vast gezien, als jij dat rapport leest, hè, wat nu dan onder ligt om Oekraïne de mogelijkheid te geven voor kandidaat lidmaatschap. En de conclusie uit dat rapport, wat denk je dan? Dat is toch aan alle kanten lijkt dat gemanipuleerd. Het is een politiek statement om te zeggen dat deze landen versneld lid moeten worden van de Europese Unie. Ja. En dat is bedoeld als instrument in de strijd met Rusland. Dat is het conflict wat er tussen het Westen en Rusland wordt gevoerd. Maar waarvoor geldt dat het slagveld Oekraïne is. Ja. En dat de Oekraïners daar massaal met hun leven en hun toekomst voor betalen. Dat daar nemen de Jaap de Hoop Scheffers en anderen van deze wereld nemen daar kennis van. Zij zijn bereid te vechten tot de laatste Oekraïner. Ja. Dat is de tragiek. Ik wil in dit verband dus nog eens even naar een ander perspectief. Wat vinden de mensen op de grond daar zelf van? Jij bent er een paar keer in een aantal van die landen geweest. In Oekraïne, Moldavië. Georgië, Rusland, noem maar op. Kijk, het is helder. De mensen in Oekraïne staan achter Zelensky overwegend. Overwegend. En dan heb ik het vooral over, sluit je even gebieden Donbass en Donetsk, de Krim, sluit je even uit. Ja. Daar waar Russisch talige wonen, waar etnische Russen wonen. Toch waar het nu over gaat? Die gebieden is toch waar het over gaat? Nee, maar als het gaat over... als je zegt Oekraïne, ja dan... Het gaat natuurlijk over de betwiste gebieden. Ja, die gebieden die... als het gaat over wat vindt de Oekraïne ervan, ja dan moet je in feite alle Oekraïners nemen, vind ik. En dan zie je dat men verdeeld is. Zij die wonen in de gebieden die we net noemden, ja, die staan toch meer aan de Russische kant. Ja. En in de rest van Oekraïne staat men meer achter Zelensky. Omdat men hoopt dat Zelensky met zijn actieve buitenlandpolitiek de steun van het Westen blijft behouden. En dat dat betekent dat men versneld lid kan worden van de Europese Unie en van de NAVO. En op die manier hoopt men bescherming en welvaart binnen te krijgen. Maar is men, zelfs als je Oekraïnse Oekraïner bent of Europees Oekraïner in het Westen, dan ben je toch niet bereid om je zonen te offeren aan het front, of wel? Kennelijk wel, want je ziet het massaal gebeuren. Ik vind het heel tragisch, omdat
Nou, je kunt je voorstellen dat er heel veel mensen het daar helemaal niet mee eens zijn. En dat die met miljoenen gevlucht zijn. Of er miljoenen gevlucht zijn, weet ik niet. Maar er zijn er vele gevlucht. Omdat ze denken, ja... Nou, er zijn miljoenen zitten hier in Europa en miljoenen zitten in Rusland. Ja, maar waar het om gaat is... er zijn ook mensen gewoon voor het geweld gevlucht. Dus dat is wat anders. Maar mensen mannen in de weerbare leeftijd... die opgeroepen worden... daarvan gaat het merendeel gaat gewoon ook echt, neemt ook echt dienst in Oekraïne. Dus men staat achter die politiek van Zelensky, omdat men hoopt en verwacht dat het Westen de steun tot in lengte van dagen zal blijven geven. Maar we zien die steun nu al afbrokkelen. Dus ik denk dat dat op termijn, en die termijn zou wel eens dichterbij kunnen zijn dan wij denken. Kijk naar Duitsland, waar ze ook zeggen van ja, Duitsland komt nu ook een keer eerst. Zoals dat ook in Amerika leidend was bij de verkiezingen. En misschien was dat in Nederland ook wel leidend bij de verkiezingen. Dat de kiezer die voor de PVV gestemd heeft, toch ook vanuit een ongenoegen dat er, niet alleen over migratie, maar ook heel veel de steun aan die oorlog in Oekraïne en andere zaken in de buitenlandpolitiek, dat men zegt van ja, laten we ook eens even naar de Nederlandse belangen kijken. Ja, maar nou even over, jij stelt ook wel van de mensen in Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia, Gerson en zeker in de Krim, dat is gewoon helemaal Russisch. Zijn voor het overgrote deel Russisch. Ga je ervan uit dat referenda die in 2014 daar zijn geweest en in 2022 zijn geweest, dat die gewoon deels kloppen? Ja, vind ik moeilijk te beoordelen. Ik was daar niet bij. Ik ben wel verkiezingswaarnemer geweest bij de tweede verkiezing van Janukovic, toen president. Ja. Die later is afgezet, wat geen staatsgreep mocht heten, maar wat het natuurlijk wel gewoon was. Ja. Die staatsgreep tegen Janukovic niet de basis voor de burgeroorlog die toen is ontstaan en daarmee indirect... Ja, zeker. Maar dat is ook allemaal aangemoedigd en waarschijnlijk ook gesteund vanuit het Westen. Dus dat, ik bedoel, dat is vrij openlijk gebeurd. Ja. Ook Nederlandse politici hebben op Maidan staan roepen van ga door, wij staan achter u. Ja. Die mensen zijn opgejut en aangemoedigd. Onverantwoorde politiek. Moet je kijken waartoe dat geleid heeft. Maar jij bent in Odessa geweest, hè? Dat zit als verkiezingswaarnemer. Ja, dat zit op dit moment nog onder controle van... het is natuurlijk moeilijk in te schatten. Hè? Dat zit op dit moment nog onder controle van Oekraïne. Ja. Nou hoor ik veel berichten dat heel veel mensen uit Odessa... of mensen die daar verbindingen mee hebben, zeggen ja... wij hopen dat Odessa alsnog bevrijd wordt door de Russen. Wat denk jij? Ja, wat is de vraag? Of ik denk dat dat gebeurt? Of je denkt dat dat zo is. Of je denkt dat de bevolking dat zou willen. Ja, dat kan ik niet beoordelen. Dat kan ik van hieruit niet beoordelen. Nee. Ik ken die geluiden niet, dus ik kan dat niet beoordelen. Nee. Nou ben jij, andere vraag, Moldavië. Je bent in Transnistrië geweest. Ja. Ja? Pridnestrovië zegt men zelf, omdat Transnistrië te veel doet denken aan de Tweede Wereldoorlog. Hè, toen dat deel aan de andere kant van de Dniester als ghetto gebruikt werd voor de Joden, de Roemenië. Maar dat terzijde, moet je niet over Transnistrië spreken. Ik heb daar met de minister van Buitenlandse Zaken gesproken. Pridnestrovië, dat was ook het eerste wat hij zei. Ik had hem een mail gestuurd. En wat wil dat land? Deelrepubliek worden van de Russische Federatie? Nou nee, ze hebben een onafhankelijkheidsoorlog gevoerd begin jaren 90. Was niet heel bloedig, maar wel beslist. Zijn toen door de Russen geholpen om zeg maar onafhankelijk te worden van Moldavië. Dat was een de facto onafhankelijkheid, want ze zijn eigenlijk meer afhankelijk geworden economisch van Rusland dan dat ze nog met Moldavië, met de hoofdstad Chisinau, te maken hebben. Moldavië, Chisinau heeft ook niks te zeggen, hè, in Transnistrië, noem ik het maar even, omdat de kijker dat waarschijnlijk beter kan plaatsen. Het is een land zo groot als een Nederlandse provincie. Er wonen 500.000 mensen. Het heeft 400 kilometer grens met Oekraïne.
Maar economisch gezien wordt het vooral gesteund door Rusland. Officieel is het onderdeel, volkrechtelijk is het onderdeel van Moldavië. Maar men spreekt er Russisch. Men heeft er een eigen parlement, eigen regering, eigen munt. Dus het heeft verder weinig met Moldavië te maken. En de mensen uit Transnistrië worden ook in Moldavië, in de rest van Moldavië, worden ze met de nek aangekeken, omdat ze daar met hun Russische taal absoluut niet welkom zijn. Wordt een beetje, ik vergelijk het van de week in een gesprek met iemand, met hoe er lang in West-Duitsland tegen de Ossies is aangekeken. He, zo van, jullie zijn wel Duitsers, maar eigenlijk tweederangs Duitsers. Ja. Zo worden de inwoners van Pridnestrovië ook in... Maar zouden ze, ik bedoel, hebben ze eigenlijk het ideaal om deelrepubliek te worden van de Russische Federatie? Dat hebben ze volgens mij nooit zo uitgesproken. En Rusland heeft daar ook niet op aangestuurd. Wat ik wel denk is dat wanneer men in Chisinau dezelfde fout zou maken als men in Tbilisi gedaan heeft onder Saakashvili, namelijk proberen met geweld dit gebied onder bewind van Chisinau te brengen, ja, dan gebeurt er precies hetzelfde als wat er gebeurd is in Georgië. Chisinau, even voor het publiek, is de hoofdstad van Moldavië. Ja, dan krijg je dus een oorlog tussen zeg maar Moldavië en Rusland, waarbij dan Rusland de inwoners van Pridnestrovië, Transnistrië, te hulp zal schieten. Er zitten al Russische militairen, weliswaar niet veel, maar die zitten nog steeds, moet ik zeggen, sinds begin jaren 90 zit er een kleine club nog ter bescherming van de grens. Maar is het niet voor de burgers? Kijk, als het Russisch-talige, Russisch gezinde burgers zijn, die zouden dan een Russisch paspoort krijgen. Dat is toch een beter paspoort dan een paspoort van Transnistrië, of niet? Ja, zeker. Ja. Maar de meesten hebben een Moldavisch paspoort. Maar ze kunnen zo een Russisch paspoort krijgen. Dat zijn Russisch sprekende mensen. Dat is het probleem niet. Ja. Even... Moldavië, we hadden Georgië. Er zijn eigenlijk twee gebieden in Georgië, namelijk Zuid-Ossetië en Abkhazie, die sinds het begin van de jaren 90 zich al hebben afgescheiden van Georgië, die Russisch-talig zijn. Je bent daar geweest, misschien moet je iets over zeggen. Nou ja, ik ben er niet in geweest, want met de Kamer ik ben er een paar keer langs geweest. Ik ben ook verkiezingswaarnemer geweest in Georgië. Dat is echt een gevaarlijke grens. Je kunt daar niet zomaar passeren. Dat is anders met Transnistrië. Kun je gewoon met de bus kun je er naartoe reizen. Dat lukt dus niet met Abkhazie en Zuid-Ossetië. Vanuit Rusland kun je er natuurlijk wel komen, maar dan kun je weer niet doorreizen naar Georgië. Mm. Het zijn gebieden waar men toch een beetje een troostloos bestaan leidt. Dat is echt anders dan sommige andere de facto staten. Dit zijn dan de facto staten die ook door bijna geen ander land worden erkend. Volkrechtelijk nog steeds tot Georgië worden gerekend. Maar de mensen die hier wonen, die vallen niet onder, strikt genomen wel onder Georgische wetgeving, maar in de praktijk dus niet. In de praktijk zijn dit de facto staten waar men probeert een bestaan op te bouwen, maar ergo's kleurig is dat niet. Nee, maar zou het nou voor die mensen zelf, die Russisch-talig, Russisch gezind zijn, steun hebben van de Russische Federatie, dan ook niet bezig zijn om te zeggen, nou, wij worden deelrepublieken of provincie van de Russische Federatie? Ja, maar dan gaan deze mensen natuurlijk op de eerste plaats zelf over. Ja. Dat is een bevroren conflict. Wanneer dergelijke stappen gezet worden, dan wordt het conflict weer verder verhevigd. Omdat volkrechtelijk gezien deze gebieden onderdeel zijn van Georgië. En dat kun je niet zomaar veranderen. Maar is het niet, is niet een van de grote problemen met dit soort conflicten dat we dat niet kunnen veranderen? Dat we dus geen internationale grens kunnen hebben? Nee, ik denk dat er een probleem aan vooraf gaat. En dat is dat minderheden in deze regio een andere behandeling krijgen.
We hebben het ook gezien met de etnische Russen in de Baltische Staten. Die werden ook anders behandeld. Mochten hun eigen taal niet spreken. Taal is vaak een belangrijk strijdpunt. Mochten hun eigen taal niet spreken. Werden uitgesloten van bepaalde beroepen. Werden dus feitelijk niet vertrouwd. Waren tweede rangs burgers. Hadden niet alle burgerrechten. Yeah. En de VN heeft toen ook aan de Baltische Staten laten weten. Jongens, jullie moeten zorgen dat die mensen volwaardige burgerrechten krijgen. Want anders dan ontstaan daar conflicten. Is niet gebeurd. Heel veel van die mensen hebben toen ook gewoon die Baltische Staten, etnische Russen, hebben die Baltische Staten verlaten, omdat zij het zat waren om als tweederangs burger behandeld te worden. Zij worden gewoon gediscrimineerd in de Baltische Staten, wat deel is van de Europese Unie. Ja. Zijn de Russische minderheden, die worden zwaar gediscrimineerd en zijn tweederangs burgers in hun eigen land. Dat klopt. Merendeels ook om die reden vertrokken uit die Baltische Staten. Want er waren grote, echt grote Russische minderheden. Die roerden zich ook, die demonstreerden. Maar die op een gegeven moment waren ze het zat. Hebben ze het opgegeven en zijn ze naar Rusland vertrokken. Het hele, Harry, het hele narratief wat hier heerst. Zelfs bij zogenaamde Ruslanddeskundigen. Hè, die tegenwoordig anti-Ruslanddeskundigen zijn. Zou verder geen namen noemen. Is dat het allemaal prima gaat in die Baltische Staten met die Russische minderheden? Ja, maar dat klopt dus niet, nee, dat zeg klopt je. Niet. Nee, dat klopt niet. Dat klopt niet. Maar wat je vooral kunt zien is dat die Russische minderheden gedecimeerd zijn. Daar is niet veel meer van over. Veel daarvan zijn vertrokken. Naar Rusland. Ja. We moeten, ik weet niet of je nog iets wil zeggen over dit blok Rusland dingen. Want dan gaan we namelijk naar het volgende blok, Israël-Palestina. Waar ik tot slot misschien toch wel een beetje mee zit, is waarom zou niet, ik bedoel, is er niet een probleem dat wij internationaal niet kunnen praten over de hertekening van een internationale grens? Is dat niet een van de grote problemen die de VN en wij als wereldgemeenschap hebben? Nou ja, de vraag is natuurlijk altijd, dan heb je het over soevereiniteit, wie is daartoe bevoegd? We hebben het gezien in Spanje met om Catalonië. Wat dichter bij huis te blijven. Ja. En een conflict wat misschien wat makkelijker te vertalen is naar de Nederlandse situatie. Als een welvarend gebied, als Catalonië, zegt wij willen ons afscheiden van Spanje. Ja. Dan is daar in het handvest van de Verenigde Naties is daar geen instrument voor. Het recht op soevereiniteit is niet hetzelfde als het recht op afscheiding van een land. Dat kan alleen maar gebeuren wanneer het land als geheel daarmee instemt. We hebben het ook gezien bij Schotland, een referendum. Schotland kan niet zeggen, wij willen een referendum. We houden referendum. Alle Schotten zeggen, we willen onafhankelijk. Dus dan moet Schotland, dan moet dat door het Verenigd Koninkrijk worden toegestaan. Nee, zo werkt het niet in het volgrecht. En dat is maar goed ook. Want anders dan krijg je allerlei afscheidingsaspiraties. Die zouden dan naar boven komen. En dat gaat vaak gepaard met conflicten, met bloedige conflicten. Ja, maar je kunt ook zeggen, er is behoefte aan een procedure. Je pakt Schotland nu. Er is een referendum geweest, zoals je weet. 45% van de Schotten heeft toen gestemd voor afscheiding, maar 55% voor behoud van de Unie. Ja. Ja? Met andere woorden, het is ook niet zo dat die afscheidingsbeweging altijd de meerderheid heeft. Nee. Het is duidelijk in de deelgebieden, deelrepublieken die wij genoemd hebben in Oost-Europa, wat in feite Russische deelrepublieken zijn, of Russisch talen, Russisch gezinden, dat daar die afscheidingen wel plaatsvinden. Maar waar ik heel erg mee zit, en als je verder in de geschiedenis kijkt, de Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog, alle grote oorlogen, bijna alle grote oorlogen zijn ontstaan door territoriale claims. En die hebben te maken met het feit dat wat de bevolking in een bepaald gebied vindt, schijnbaar niet echt heel erg belangrijk is. Of in ieder geval minder belangrijk is dan hoe het internationaal recht dan zou functioneren. Ja. Is dat niet een probleem? En zou dan de VN niet eigenlijk een procedure moeten hebben om te kunnen scheiden en je bij iemand anders aan te kunnen sluiten? Kijk, je zegt nu, en dat hoor ik je duidelijk zeggen, de VN zou een procedure moeten hebben. Ja. Maar de VN, de VN is niet een autoriteit buiten de bestaande machten om. De VN, dat zijn de leden van de VN.
Dat is de Veiligheidsraad, dat is de Algemene Vergadering, dat is et cetera. Dus ja. De VN, dat zijn wij zelf. Dat zijn de lidstaten zelf. En, maar naar internationaal recht, zou er niet een internationaal juridische procedure te beoordelen hier in Den Haag, bij het internationaal gerechtshof, moeten zijn om dit soort procedures mogelijk te maken? Ja, nou ja, kijk, landen die conflicten hebben onderling kunnen naar het internationaal gerechtshof. Ja. Maar dat is bij landen onderling. Dus wat anders dan wanneer het gaat om om een volk, wat onderdeel is, een minderheid in een bepaald land. Dus, maar hervorming van de VN, daar heeft iedereen zijn tanden al op stuk gebeten. Dat gaan we vanavond niet oplossen, vrees ik. We gaan naar het volgende onderwerp, Israël-Palestina. Wat ging er fout? Nu, net. Nou ja, wat ging er fout? Kijk, als je kijkt naar de laatste aanleiding, is dat natuurlijk een aanval van Hamas op Israëlisch gebied. Ja. Waarbij er heel veel mensen gedood, gemarteld en weet ik veel wat, en gegijzeld zijn. Ja. Dat is denk ik het meest in het oog springende van het afgelopen jaar. En je kunt niet anders dan dat met heel veel kracht veroordelen. Los van waar het vandaan komt, de geschiedenis. Maar die geschiedenis en waar het vandaan komt, ja, natuurlijk, is van groot belang. Ja, natuurlijk is dat zo. Maar dat maakt voor de mensen die gegijzeld zijn en voor de mensen die gedood zijn, natuurlijk helemaal niks uit. Mm-hmm. Die mensen hebben alleen maar te maken met en hun families. Met wat daar feitelijk gebeurd is. En dat is verschrikkelijk. Maar dat betekent niet dat je je ogen daarvoor moet sluiten en ook niet moet kijken naar oplossingen. Nee, maar wat daarna gebeurd is, is dat er 22.000 mensen nu, daar zitten we op dit moment volgens mij voor een groot deel onschuldige burgers, heel Gaza wordt vernietigd. 11 januari vandaag, 2024, 23.000 doden zijn er, meer dan 23.000 doden. De aanpak van Israël is natuurlijk volstrekt disproportioneel. Mm. Volgens Zuid-Afrika is daar sprake van genocide. Mm. Dat speelt vandaag ook bij het internationaal gerechtshof. Mm. Dat is als aangetoond kan worden dat Israëlische militairen op pad worden gestuurd met de boodschap om zoveel mogelijk mensen te doden. Dus dat de bedoeling is om het Palestijnse volk uit te moorden, dan zou daar sprake zijn van genocide volgens de definitie van het verdrag van de Verenigde Naties. En dan moet dat worden veroordeeld, maar niet alleen dat, dan moeten de lidstaten die partij zijn bij dat verdrag, Nederland is daar partij bij, die moeten ook optreden, die moeten iets doen, die kunnen dan niet achteroverleunen met die constatering. En overigens is dat ook standpunt van de Nederlandse regering. Als er door internationale gerechtshoven of een internationaal gerechtshof gezegd wordt dat er sprake is van genocide, dan is de Nederlandse regering ziet zichzelf in de discussie terechtkomen om daarover te spreken en daar zelf een oordeel over te hebben. Maar eerst moet er een uitspraak zijn van een internationaal gerechtshof of wetenschappelijke consensus. Dat is voor de Nederlandse regering ook van belang. Maar die zaken zijn genoemd. Uitspraak VN, een wetenschappelijke consensus of een uitspraak van een internationaal gerechtshof. Ja, en dat zou hier kunnen gebeuren. Wat denk je dan? Je denkt dat het ICC een uitspraak zou kunnen doen die gunstig is voor de Palestijnen? Het is het internationaal gerechtshof, niet het internationaal strafhof. ICC, het is het internationaal gerechtshof. Kijk, ik weet niet waar Zuid-Afrika mee gaat komen. De bottleneck in de discussie over genocide is altijd, is er sprake van intent? Is er echt bewijs dat er de intentie is om een volk geheel of gedeeltelijk uit te moorden? Dat is de definitie van genocide volgens het verdrag van de VN. En als die intentie kan worden aangetoond, ik heb begrepen dat Zuid-Afrika met militaire bevelen op de proppen wil komen, om aan te tonen dat daar echt de intentie is om een volk uit te moorden, dan zou er een uitspraak van het internationaal gerechtshof kunnen komen die leidt tot de conclusie dat er sprake is van genocide. Dat zou buitengewoon ernstig zijn. Ja, en ICC, ik begrijp dat men een poging doet om Netanyahu strafrechten te laten vervolgen. Heb jij iets over gehoord?
Ja, ik ken die geluiden, maar volgens mij moet een land dan aangesloten zijn bij het internationaal strafhof. Israël is dat niet, dus zal daar geen medewerking aan verlenen. Nou, internationaal strafhof vervolgt ook meneer Poetin. Ja. Is ook geen lid van het internationaal strafhof. Er kan een onderzoek starten, een vervolging is wat anders. Maar goed, dat zijn allemaal hypothetische casussen. Ik geloof niet dat Poetin ooit in Den Haag zal staan voor het internationaal strafhof. Nee, maar hij heeft er natuurlijk wel last van. Netanyahu dat ook niet zo. Dat begrijp ik, maar hij heeft er natuurlijk wel last van. Want hij kan niet naar alle landen reizen. Ja, dat klopt. Ja. Dat klopt. Maar even de oorzaken dan van het Israël-Palestina-conflict. En je bent daar heel erg in betrokken geweest. Je bent ook deel geweest van de Palestina-beweging. Heb je daar 20 jaar geleden al voor hard gemaakt. Wat denk jij op het moment dat je 7 oktober ziet en je denkt aan de oorzaak? Wat denk je dan? Ja, de oorzaak is gelegen in de bezetting, aan het ontbreken van de Palestijnse staat. Israël, Netanyahu heeft het vaak gezegd, Netanyahu wil geen Palestijnse staat naast Israël. De internationale gemeenschap, Amerika, Europa zeggen, die moeten wel komen, een twee-staten-oplossing. Dat is de kern van het conflict. Israël wil geen twee-staten-oplossing. Europa en Amerika wel. Maar Europa en Amerika staan Israël wel toe, en dat is hypocriet aan de situatie, om een beleid te voeren wat een twee-staten-oplossing onmogelijk maakt. Ik was een jaar geleden nog in Israël. En als je dan op de westelijke Jordaanhoeve, als je kijkt naar de kaart van de westelijke Jordaanhoeve, dan zie je dat het gaat niet alleen om de nederzettingen waar kolonisten wonen en de Palestijnse gebieden die beheerd worden door de Palestijnen. Het gaat ook om dat hele ruime sea area wat onder militaire controle van Israël valt. Dan zie je dat als je dan de kaart in ogenschouw neemt, dan zie je dat dat is een Palestijnse staat die uit een dergelijke gatenkaas bestaat. Met hele grote delen die voor Palestijnen ontoegankelijk zijn. Ja, dat is geen levensvatbare staat. Dus een levensvatbare Palestijnse staat is er niet. En als het aan Israël ligt, zal die er ook niet komen. 139 landen in deze wereld. En daar zitten ook China, India, Rusland en zo bij. Hebben die, overigens Frankrijk ook. Spanje hebben die Palestijnse staat wel erkend. Wat is het? De Verenigde Staten, Canada blokkeren hem. En een aantal West-Europese landen, waaronder Nederland, hebben zich van stemming onthouden. En onthouden zich sowieso van stemming. Ja, ja. De Nederlandse regering heeft in de debatten die ik daarover gevoerd heb altijd het standpunt ingenomen. Een Palestijnse staat moet het resultaat van het proces zijn. Niet het beginpunt. Dat is een mooi politiek statement. Maar dat gaat voorbij aan de rechten van de Palestijnen. Want dan zeg je in feite, wij gaan erover of er een Palestijnse staat komt. Niet de Palestijnen. Ja, dat vind ik een moeilijk te verteren en een moeilijk te verdedigen politiek standpunt. Maar er is toch al een verdelingsplan, Harry, sinds 1947? Ja, natuurlijk. Maar als de feiten op de grond volstrekt anders zijn, dan moet je je afvragen of dat plan van toen, of dat nog iets met de realiteit te maken heeft. Zelfs dat kun je afvragen ten aanzien van Oslo. Oslo-akkoorden 1993. Ja, precies. Terwijl dat is heel lang, 1967 is ook heel lang als de Groene Lijn, als markeringspunt in de discussie althans geweest. Maar dat zijn allemaal gepasseerde momenten. Dus, en wat er overblijft van Gaza, vermoedelijk door Israël militair gecontroleerd gebied. Dat laat zien dat een Palestijnse staat de facto er niet zal komen. Dus ik snap wel al die mensen die zeggen, twee-staten-oplossing is gepasseerd. Je moet naar een unitaire staat met gelijke rechten voor de Palestijnen. Laat ik nog een tussenoplossing, of liever gezegd een synthese op hoger niveau te voorstellen. Erkenning van de staat Palestina, die door nogmaals 139 staten al is gebeurd. Dat zouden wij dan ook moeten doen. Vervolgens samengetrokken in een confederatie. Israël en Palestina.
Ja. Waardoor ze samen dat gebied moeten besturen. Ja, ja, maar ja, kijk, je vraagt nou al heel erg veel van Israël, hoor. Want dat betekent om te beginnen erkenning van een Palestijnse staat. Terwijl Israël het standpunt heeft, wij dulden geen Palestijnse staat naast ons. Maar dat is toch tegen internationaal recht en de basis, ja, waarop maar, hun eigen staat gesticht is. Ja, maar kijk, er zijn meer dan een handvol VN-resoluties die de Palestijnen allerlei rechten geven die niet worden nageleefd. Dus ja, je kunt je wel beroepen op internationaal recht, maar in het Israëlisch-Palestijns conflict is het internationaal recht al tientallen jaren onderliggend. Delft het onderspit, wordt niet serieus genomen. En de VN, de wereld, kijkt ernaar, staat erbij en kijkt ernaar. Maar dat verandert niks aan de feiten op de grond. Maar is dat niet gewoon het gevolg, het feit dat de Verenigde Staten dat afdwingt? De rest van de wereld vindt dat niet. Of bijna niet. En met name de Verenigde Staten houdt Israël de hand boven het hoofd. De onvoorwaardelijke steun van de Verenigde Staten aan Israël. Sterker nog, zelfs wanneer Israël een politiek bedrijft die in Amerika wordt veroordeeld, dan nog treedt Israël niet op. Dan nog is de steun aan Israël niet aflatend. Financiële steun, wapensteun, politieke steun, militaire steun, elke steun gaat door. Want een Amerikaanse president kan zijn herverkiezing vergeten als hij ook maar één moment twijfelt over steun aan Israël. Ja, dat is eigenlijk onvoorstelbaar. Jij hebt dus een van de weinigen, de Hamas-leiding, ontmoet. Hania was dat? We hebben gesproken met een Hamas-leider. Dat was niet Ismail Hania, nee. Nee. Maar wat denk jij over die organisatie? Ja, ik heb ook het handvest van de beweging gelezen. Ja, 100% onverdraaglijk, uit op de vernietiging van Israël. Het staat er gewoon in. Tegelijkertijd, dat zijn de feiten, als je dat gaat lezen. Toen, jawel, dat staat er echt letterlijk in. Ja, zij kijk, nou, ik ga er niet, over, handvest, ik ga niet over in discussie. Dat staat in het handvest van Hamas. Dus dat zal echt moeten veranderen, wil je ze serieus nemen als gesprekspartner. En wat het nou het rare is, er werd internationaal gezegd in de Gazastrook moeten verkiezingen komen. Vervolgens kwamen daar verkiezingen, wint Hamas de verkiezingen. Ook als tegenhanger, omdat Hamas de politiek tegenhanger was van Fatah. Die wegens corruptie de steun van de bevolking in Gaza niet meer kreeg. Hamas werd gekozen, toen werd er vervolgens gezegd, nee, maar met Hamas doen we geen zaken. Dus je dwingt eerst een democratisch proces af, dat wordt daar georganiseerd. Alleen de uitkomst bevalt je niet en dan zeg je, wij trekken onze handen vanaf. Dat is wat er fout gegaan is. Kijk, Hamas is natuurlijk als onderdeel van de moslimbroederschap een organisatie die geweld als gerechtvaardigd ziet. Om politieke doelen te bereiken. En ja, ik vind dat vindt zichzelf een bevrijdingsorganisatie. Ja. Zij zegt, wij zijn bezet, wij worden onderdrukt en wij hebben het recht om op te staan. Ja. Dat zeggen ze. Ja, maar geen enkele organisatie heeft het recht om geweld te gebruiken tegen burgers. Ook in een conflict niet. Ja, volkrechtelijk mag je... Volkrechtelijk mag je je verzetten tegen een bezetter. Ook gewapende hand, dat is allemaal volkrechtelijk geregeld. Mm-hmm. Maar geen enkel recht bestaat er op geweld gebruiken tegen burgers. Door geen enkele organisatie, door geen enkel persoon. Nee, maar geen, geen enkel internationaal verdrag of geen enkele verklaring die dat recht verschaft. Nee, maar dat gaat nu over 7 oktober. Het gaat over... Nee, dat gaat veel... Want er zijn al veel meer en eerder en ook grote aanslagen op burgerdoelen geweest. Dus nee, maar goed, zij zeggen gewoon simpel, ons land is bezet. Op zichzelf is dat zo, dat vind jij ook. En wij hebben het recht op gewelddadig verzet. Ik bedoel, los van wat ik daarvan vind, dat vind ik allemaal niet. Om ons tegen de onderdrukker te verzetten. En ja, Israël heeft inderdaad grondgebied wat haar niet toebehoort bezet. En onderdrukt ook de bevolking. Daar zijn we het over eens. Ja, klopt.
Ik herhaal, verzet tegen de bezetter, ook gewapende hand, is volkenrechtelijk gelegitimeerd. Dat mag. Echter, gewapend verzet wat burgers raakt, is niet geoorloofd. Dus aanslagen op burgerdoelen, ook al is er sprake van een bezetting, zijn aanslagen op burgerdoelen nooit geoorloofd. Punt. Dat doet Israël ook natuurlijk. Ook niet geoorloofd. Ja. Als jij nou naar dit conflict kijkt, mondiaal, hè, tot slot, want we gaan naar het eind. Hoe vind je dan dat de wereld, het is natuurlijk ook wel een onvermogen dat wij als wereldgemeenschap dit soort conflicten niet kunnen oplossen, überhaupt zelfs geen basis voor onderhandeling kunnen geven. Wat denk jij wat er zou moeten gebeuren en wat er zou moeten veranderen in die wereldgemeenschap? Ja, kijk, het is niet 1, 2, 3 op te lossen, laat ik dat zeggen. Dus makkelijke oplossingen zijn er niet. Maar het internationaal recht weer op één zetten in plaats van het recht van de sterkste. Want dat zien we toch in veel conflicten gebeuren. Dat we het internationaal recht veronachtzamen en het recht van de sterkste laten gelden. Mm-hmm. Recent voorbeeld Nagorno-Karabakh in Azerbeidzjan. Waarbij de Armeniërs onder de voet werden gelopen. De wereld keek toe, er gebeurde maar niks. Het internationaal recht in conflicten weer serieus nemen. En ook als Nederlandse regering, als Europese partners, ook vanuit de VN, het internationaal recht moet weer op één komen. Ja, maar het grote probleem is, als we even teruggaan naar Nagorno-Karabakh, je snijdt het zelf aan. De Azeri's zeggen natuurlijk gewoon, ja, wij passen internationaal recht toe, want dat is territoriaal, is dat gewoon ons grondgebied, Azerbeidzjan. Ja, wil niet zeggen dat je dat op deze wijze, want er waren allerlei processen gaande, mm-hmm, met betrokkenheid van de OVSE, de VN. Er is gebruik gemaakt van de situatie die ontstaan is, dat de Russen even ergens anders mee bezig waren, mm-hmm, dat de Turken hielpen, mm-hmm, dat internationaal er weinig aandacht was, dat we olie en gas graag afnemen van Azerbeidzjan. Dus Europa wilde graag zaken doen met Aliyev, dat gebeurt ook, er is een gasdeal gesloten. Kortom, er waren allerlei omgevingsfactoren die maakten dat Azerbeidzjan nu zijn kans schoon zag om dit gebied terug te pakken. Kijk, ik ken ook de geschiedenis. De oorlog die daar gevoerd is begin jaren 90 had alles te maken met de onderdrukking van Armeniërs in heel Azerbeidzjan. Toen heeft men zich teruggetrokken in het gebied naar Nagorno-Karabakh en heeft men dat verdedigd. Omdat men zich daar veilig voelde. Omdat men in de rest van Azerbeidzjan als Armeniër heeft ook te maken met de christelijke achtergrond van Armeniërs en de islamitische achtergrond overwegend van de Azeri's. Maar het zou te ver voeren om daar aan detail op in te gaan. Maar ook daar geldt internationaal recht, afspraken die er zijn, verdragen die er zijn, die moeten worden gehonoreerd. En dat gebeurt veel te weinig. Maar vind je ook niet dat er gewoon eens gezegd zou moeten worden, jongens, we zouden meer in moeten zetten op overleg? Op onderhandeling, op begrip, op dialoog, in plaats van op afdwingen van allerlei dingen. Ja, natuurlijk. Maar dat is wat er fout gegaan is in het conflict Oekraïne. Dat is wat er fout gegaan is in toen met Georgië. Dat is wat er fout gegaan is in de Nagorno-Karabakh. En dat is wat er nu fout gaat in Israël-Gaza. Want weliswaar wordt er opgeroepen tot een staakt het vuren, tot gesprekken, tot onderhandeling. Gebeurt niet. Gebeurt niet, omdat Israël zegt, nee, wij gaan door met het vernietigen van de infrastructuur van Hamas. Lees het vernietigen van Hamas, ook al vernietigen we daarmee Gaza. Want dat is wat er feitelijk gebeurt. Infrastructuur, gebouwen en 23.000 doden, waarvan heel veel burgers. Ja, dan maakt dat de weg naar onderhandelingen ook steeds moeilijker. Want daar waar geschoten wordt, wordt er niet gepraat. En daar waar geschoten wordt, wordt de haat gevoed. Volgende generaties. De mensen die dit overleven, die zijn straks zo doordecemd van de haat die daar bestaat. De mensen zijn wanhopig en zien dat burgers in grote mate slachtoffer zijn van Israëlisch geweld. Ja, dat kweekt haat en dat komt terug. Ja, dat komt terug. Tot slot, laatste vraag.
Jij hebt een artikel geschreven in Trouw. Dat gaat over, laten we zeggen, de EU-uitbreiding met Oekraïne, Moldavië, in zekere zin ook Georgië. Dat zijn verdeelde landen, hadden we alle gezegd. Wat zijn de oplossingen die jij daarvoor hebt? Nou, ik vind dat dat niet de fout gemaakt moet worden door de Europese Unie, zoals eerder gebeurd is met Cyprus. Dat je landen die in conflict zitten, die een intern conflict hebben, ja, dat je die dan lid maakt van de Europese Unie. Moet je niet doen. De veronderstelling was bij Cyprus dat wanneer ze in het proces zouden zitten tot toetreding, dat het conflict sneller opgelost zou zijn. Is niet gebeurd. Vervolgens was de verwachting, wanneer ze lid zijn van de Europese Unie, dan zal het conflict wel makkelijker op te lossen zijn. Is ook niet gebeurd. We praten dus over decennia dat probleem bestaat. Van Cyprus en ook dus ook al heel lang, al 20 jaar in de Europese Unie. We moeten niet met Georgië, met Oekraïne, met Moldavië dezelfde weg op als met Cyprus gedaan is. Eerst die conflicten oplossen voordat je serieus gaat praten over lidmaatschap van de Europese Unie. Hartelijk welkom, hartelijk dank voor dit gesprek. Tot slot wil ik je dit boek van mij, Tunnelvisies, als souvenir aanbieden. Dankjewel. En hartelijk dank voor je komst naar het studio. Jij bedankt voor het interview.